Die is de rechter in vandaag. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. De keeper redt. Een koud kunstje voor de keeper. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen met de tegenstanders nu in balbezit. Uitstekend geplaatst. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Wie weet levert dit een kans op. Er zat niet meer in die aanval. Doeltrap. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Kans om te schieten. Goeie ingreep van de keeper. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Gaat dit hem worden? Hij schiet. Het is een doelpunt. Ze gaan weer gelijk op. Een snelle tegenaanval en daar hebben ze geen antwoord op. Prachtig uitgespeeld. Dat is echt een wapen, blijkt nu. Ze werden helemaal zoek gespeeld. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Brunt. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Goed verdedigd. Davis. En een paas naar de vleugel. De bal belandt voor het doel. Wie maakt het af? De ploeg richt zich op de corner. Evans. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Hij laat doorspelen. Voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk. Dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Komt die verdediger tegen? Norwood. Slatko Juzunovic. Die ging hard. Wat een geweldige redding van de keeper. Ze mogen een hoekschop nemen. Brunel. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans en je houdt het tempo erin. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Een voorzet in de 16. Dat leek gevaarlijk, maar de keeper schat die voorzet prima in. En hij heeft hem. Norwood. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Oh, gestopt.
We gaan rusten bij 1-1. De tweede helft gaat van start. Harnik. Mogelijk een goede kans hier. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Slatko Juzunovic. Verdediging in actie. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Die slijding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Davis. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hij neemt de bal mee richting het... Wat een snelheid. Harnik, de keeper redt. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Hoekschop, de bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Hij werkt de bal naar voren. En het spel gaat weer de andere kant op. Aanval afgewend met een scherpe tackle. Davis. Brunt. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Alaba. En hij is de bal kwijt. Davis. Norwood. Wie weet levert dit een kans op. Een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. Overtreding, penalty. Strafschop en hij komt er vanaf met een gele kaart. Daar mag hij toch van geluk spreken, Juri. Volgens mij had het ook rood kunnen zijn. De penalty gaat erin. En die strafschop belandt in het net. De penalty gaat erin. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Slatko Juzunovic. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Daar komt de gelijkmaker. Dat kan haast niet anders. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Slatko Juzunovic. Hij heeft een sterk schot in de benen. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. En hier zien we hoe belangrijk het is om efficiënt om te gaan met de kansen die je krijgt. Zeker, minder schoten op doel en toch een voorsprong. Davis. Oh, dit kan een kans worden. En hij is de bal kwijt.
Nou, ik had nog meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Hij geeft hem voor. Nee, de voorzet komt toch niet aan. De bal gaat over de achterlijn. Die blijft liggen, mogelijk geblesseerd geraakt. Het is aan de scheidsrechter om het spel stil te leggen, dat gebeurt nu ook. Doodzonde, hij heeft te veel pijn om verder te spelen. Een wissel dus, daar kan de trainer niet omheen. De geblesseerde speler heeft het veld verlaten, we vervolgen het spel met een scheidsrechtersbal. De supporters schreeuwen de thuispartij richting het doel van de tegenstander. Ze lijken ervan overtuigd dat het nog kan. Nou ja, het gaat erom dat de spelers er zelf ook nog in geloven. Hè? Dat moeten we nog even afwachten. Hij verliest de bal. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Mooie bal, zo de 16 in. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. De doelman kan de bal gaan klaarleggen om een doeltrap te nemen. Komt hem door naar zijn ploeggenoot. Mogelijk een goede kans hier. Ik zal maar uithalen. Goed gepakt door de keeper. Hij staat er niet alleen voor. Weggewerkt door de verdediger. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is blij dat er nog wat speeltijd erbij komt. Ze geloven nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Prima onderschepping daar. Einde wedstrijd, stand 2-1.